De satellietfoto laat amper bewolking zien. Alleen boven het noorden van Duitsland zien we wat uh, wolkenveldjes. Maar dat zijn hoge sluierwolken. Ze gaan wel over Nederland trekken, maar het levert dus er weinig belemmering op voor de zon. Vanochtend dus een paar wolkjes en verder volop zonneschijn. Temperaturen lopen op naar 2 à 3 graden, maar dan waait een koude oostenwind. Dus ga je ergens bijvoorbeeld naar een Sinterklaas-intocht, uh, houd rekening met uh, een hele koude wind en dus warme kleren aan. 6 à 7 graden vanmiddag, 8 graden in Zeeland en daarbij volop zonneschijn. Vanavond neemt vanuit het noordoosten de bewolking toe. Dat zijn geen dunne wolken, maar dat zijn dikke wolken. Daar kan ook misschien een druppeltje uitvallen, maar dat stelt weinig voor. In het zuiden vanavond nog wat lichte vorst. Morgen hebben we ook vooral wolkenvelden met lokaal wat motregen, een buitje of een vlokje natte sneeuw. En daarbij temperaturen van 5 tot 8 graden. En de wind neemt zelfs nog iets in kracht toe, dus lage gevoelstemperaturen. De sterkste wind hebben we op dinsdag, dan ook de laagste temperaturen. Dat wordt een vies koude dag. Dinsdag en woensdag ook kans op wat winterse neerslag. Donderdag neemt de wind af en schijnt de zon weer wat vaker. Maar al met al koud weer de komende dagen. Ik ben Michiel Severin. Font de plaça.